Welkom bij Word ik er geil van? Jezus! Het programma waarin wij uitzoeken of we geil worden van de dingen waar jullie geil van worden. Ja, en daarvoor gaan wij al onze grenzen over. Gaan wij balsdiep om te kijken hoe geil we kunnen worden. En op dit moment staat er iemand achter dit prachtige raam. Dus ik ben heel benieuwd wie het gaat zijn. Wie ben jij en waar word je geil van? Ik ben Madame Lucette. Ga me eens even voorstellen. Ik word geil van audioporn. Oké. Okay. Word jij geil van het luisteren van audioporn of word jij geil van het geven? Ik vind het leuk om het te geven. Ik vind het leuk om me in allerlei rollen te verplaatsen. En waar word je dan allemaal geil van? Van het schrijven bijvoorbeeld, het inspreken en ook al kijken hoe wordt het ontvangen. Het is echt een super geil proces. Alles wat erin zit kan heel geil zijn. Ja. Wij hebben totaal geen ervaring in audioporno, nee. Dus hoe pakken wij dit aan? Je kan dus met het volgende beginnen. Ik wil jullie nu al een beetje uit je comfortzone. Losmaken, ja. Dus ik ga toch met jullie nog een kreun doen. Nu mag jij. Of je gaat dus de fantasie van elkaar, hè, de diepste fantasie aan elkaar vragen. En stel je voor, jij vraagt de fantasie aan hem. En dan ga jij een verhaal opmaken. Nou, dan heb je het verhaal klaar. Dan zou je het eventueel kunnen gaan voorlezen. Nou, dan ga je al wat geluiden erbij maken. Dus dan ga je meer in het speelse komen, zeg maar. Ja. Het zijn allemaal stapjes. Ja. Het is gewoon eigenlijk oefenen. Ze gaat voor me liggen en ik begin haar natte kutje te likken. Tegelijkertijd voel ik hoe Joost langzamerhand zijn tong tussen mijn benen glijdt. Doei doei. Ciao, ciao. Later. Ciao, ciao. Jezus. Onze geilaards gaan beginnen met de test. Aan het eind maken ze de balans op en rolt er een score uit tussen de 0 en 10. Allereerst zijn er 5 meetbare punten. Verandert je hartslag? Ga je zweten? Word je stijf of nat? Gebeurt er iets met je ademhaling? En word je rood? Maar geiligheid zit vooral tussen je oren. Dus de laatste 5 punten geven onze geilologen aan de hand van hun eigen mening. 5 punten als ze verliefd zijn op het idee en 0 punten voor, nou ja, dat begrijpen we wel. Laat de test beginnen. Oké, ik heb een papiertje van de redactie. Dus het idee is nu dat ik het voorlees en dan doe jij er geluid bij en dan andersom. Ik had net koffie gemaakt toen mijn vriend deze morgen naar beneden kwam. Goedemorgen, schat, zei hij. Goedemorgen, schat. Hij pakte me vast, hij duwde me achteruit tot tegen de keukenmuur en ging met zijn hoofd naar beneden. Zijn tong ging af en toe naar binnen. Ik kreunde nog harder. Het zweet bracht me uit. Mijn buik trok samen. Ik trok harder aan zijn haar en kreunde luid. Ik kwam lekker klaar. Hoe was dat? Ik raakte een beetje in de war, omdat jij soms ook het geluid van de man aan het maken was. Oh ja, ik dacht gewoon alle geluidseffecten. Ik dacht die voetstappen ook. Ja, maar dat was heel goed, ook. Ja. Maar ik vond wel dat, ja, ik kon het nog wel iets geiler voorlezen. Oké, maar dan ben jij nu, moet jij laten zien hoe het moet. Ik pakte een spons en begon hem flink in te soppen. Oh. Na wat plagen gleed hij bij mij naar binnen. Oh. Hij stootte hard en gromde. Mijn borsten schudden bij elke stoot en hij begon stevig te ademen. Hij gromde steeds luider. Het zweet brak hem uit, stootte nog een paar keer hard en kreunde. Hij kwam kreunend klaar. Grommend keek hij me aan en kuste mij. Ik voelde zijn pik en nog wat anders uit mijn kutje glijden. Jezus! Mooi! Ik vond het heel mooi. Ik voelde wel die opbouw. Op een gegeven moment kwamen we ook heel erg zo samen. Nee, ik vond het heel leuk. Ja, maar ik voelde me echt een soort dier. Nee, maar je deed het wel echt goed. Maar dit is nog onpersoonlijk. Je moet het dus ook een beetje toespitsen op je wildest dreams. Ja. Oké, wat is jouw fantasie? In Rome, met Monica Bellucci, zonsondergang. Dus totaal niet heftig. Ja, en voor mij is het meer een beetje dat soort van verboden aspect. Ja, gewoon een avondje met vrienden dat dan uitloopt op seks of zo. Gewoon 3-4 mensen die nooit hadden verwacht, maar opeens seks hebben, weet je wel, ongeforceerd. Alsof de hele cast van Friends opeens gaat nou ja, seksen in de zo iets. Ja, zoiets. Ik weet genoeg. Oké. Let's ride. Spannend.
Oké, dan ga ik nog voor de laatste communicatie. Vind je het dan fijn als ik eerder een beetje langzaam en laag praat? Zo? Of moet ik juist iets sneller en iets hoger? Nee. Wel echt dat langzame en dat lage. Zo. Ja. 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 Dan ga ik beginnen. Oh, oké. Dit verhaal heet Lentedag op het strand. Het was een van de eerste lentedagen en geilheid hing in de lucht. Ook ik voelde lentekriebels in mijn buik. Maar dat was misschien meer te doen door de stiefbroer van een goede vriendin van mij. Na een paar uur op het strand gebeurde er een perfect ongeluk. Ik had namelijk mijn vinger opengehaald aan een schelp. Hij pakte een verbanddoos en begon mijn vinger langzaam in te wikkelen. Hij kuste mijn enkels en wandelde met kleine kusjes naar mijn buitenste schaamlippen. Terwijl zijn vinger mijn vagina penetreerde, merkte ik dat hij ook kreunde. Ah, ah. Heerlijk dat hij er zo van genoot. Oh, oh. Op dat moment schrik ik me dood. Julia, mijn grote vriendin, staat opeens vlak achter me. En ze gaat voor me liggen en ik begin haar natte kutje te likken. Tegelijkertijd voel ik hoe Joost langzamerhand zijn tong tussen mijn benen glijdt. Het enige wat ik kan doen is de bekken van Julia vastpakken. En terwijl ik haar aankijk, voel ik aan alles. Ja, dit is het moment. Dit is het moment dat ik ga klaarkomen. Ah, ah, en ik schreeuw het uit. Wacht, genoeg. Oh. Ik zat er echt helemaal in, maar het is belangrijk hoe het met jou gaat. Ik merkte het, ja. Ik werd er misschien wel van. Thumbs up. Ja? Oké, maar nu ben jij aan de beurt. Oké. Het was een drukke avond in Rome. Toen ik lichtelijk aangeschoten een intieme kroeg binnenliep, zag ik een knappe vrouw van rond de 30 met donkerbruin haar aan een tafeltje zitten. Zonder iets te zeggen, liep ze naar me toe en nam ze me mee naar buiten. Ze trok haar jurkje omhoog en ik zag dat ze geen onderbroek aan had. Haar natte vulva-lippen glommen in de zon en zagen eruit als een heerlijke, sappige perzik. Toen ze langzaam naar mijn eikel gleed, stopte ze haar vinger in haar mond en wreef ze met natte vingertoppen over het topje van mijn eikel. En begon daarna zachtjes aan mijn pik te zuigen. Steeds sneller. Ze haalde mijn pik uit haar mond en ging voor me op de grond liggen, zodat ik spuitend op haar borsten klaar kwam. Moe en voldaan vielen we in slaap in het zachte gras. En toen ik een paar uur later wakker werd, was ze verdwenen. Er lag alleen nog een briefje met de woorden XXXMP. Wow. Snap je? Dus het was echt Monica Bellucci. Wow, Bellucci. Bellucci. Wow. Ja, ik vond het... I liked it very much. Ik vond het echt nice. Het is tijd voor de puntentelling. Hartslag. Hartslag is bij mij veranderd, dus ja. Bij mij is het niet veranderd, volgens mij. Ademhaling. Ja. Bij mij ook. Zweten? Nee. Ik ook een klein beetje. Ja? Ja. Te blozen? Heb ik niet gedaan. Ik heb volgens mij wel een klein blusje gehad. Stijf of nat? Ik ben niet nat geworden. Ik zat er wel tegenaan. Ik ben ook niet nat geworden, maar niet stijf. En dan in zijn algemeenheid? Nou, ik vond het wel echt opvallend dat van het eerste verhaal werd ik echt helemaal niet geil. Maar toen het echt specifiek op mij geschreven was, ja, werd ik er wel echt geil van. En ja, ik denk wel echt dat als je dit uitbouwt, als je dit vaker doet, of als je dit doet met je vriend of vriendin, iemand die je kent, dat het echt wel een hele geile boel kan worden. Dus ik zou zeggen 4 punten. 4 punten? Ja. Ik zou zelf zeggen 3 punten. Puur omdat wat jij zei, ik ook deel, dat het ontvangen is heel prettig. Leuker, nou, helemaal hè? Als het zo'n persoonlijk verhaal is. Maar je kan niet 100 verhalen maken die zo prachtig zijn geschreven zoals jij ze schreef. Maar ik denk wel dat maken van audioporno, dat is nou niet iets waarvan ik denk van daar gaat mijn hart sneller van kloppen. Ja, het moet echt je passie zijn, denk ik dan. Het moet echt je passie zijn.